zijn nu in Bremen-Kleef. We zijn bij het bunker. Daar komen we elk jaar, maar er staat nu een hek. Kijk maar. Achter. Ja, daar staat een hek. Camera, je had eigenlijk niet. Maar daar staat dus het prikkeldraad over en ook onder. Zo erg. Het is dus eigenlijk ook nog best wel eigen risico. Maar daar is geen prikkeldraad. Maar daar is geen prikkeldraad, dus wij zijn er overheen gekomen. Maar dit zit ik echt aan. Het is heel vet. Maar ik ben wel een beetje bang dat het instort. Kijk, hier zie je. Dit is dus gewoon een trap voor diemen. Oh, dit vind ik heel... Kijk, maar het staat hier ook al wel jaren zo, hè? Is het zo dat het leuk is? Ja, weet je. Dit is heel tricky. Maar je kan tot met daar en... Oh, dit is wel heel vet. Hier zit... Oh, wat eng. Dit is gewoon ijzer van de Tweede Wereldoorlog. IJzer. Oeh. We zijn hier dus gewoon doorheen geslopen en Marijn staat nu bijna op de bunker. Oké jongens, ik ga. Dit is zo erg. Zo gaat het? Ja, kijk daar. Kijk, we zijn nu hier achter ons waar we in waren genoemd. Dat was daar zat dus waarschijnlijk daar vroeger een oud kanon. En dit is echt super cool. Hier, daarachter staat een trappetje. Dat is gewoon gevallen. Ja. En daarmee kon je hier naar binnen, maar dat is nu weg. Dus we moeten gaan springen. Oké. Daar springen, dan gaan we voorzichtig doen. Nee. Dat was heel spectaculair. Zeker. We gaan nu weer terug. Nee. Volgens mij zijn we daar. Dat is ook zo'n touw. Oh ja, dat is ook een touw. Dat is ook. Ja, ga maar. Oké. Het is echt super simpel. Dit is zeker simpel. Kijk, ik snap wel wat ze hier in hebben. Oh, ja. Maar ik denk dat ze dan beter... Wow, hoe gaat het? Beter een bordje kunnen neerzetten met eigen risico. Ja, we kregen op eigen risico en dan aan te betalen. Wow! Oké. Doei! Tot de volgende keer, ciao! We staan nu op de duinen. Daar zijn Pimzee. We wouden dat hier nog een... als het goed is moet hij nog een kleurtje ergens zijn, maar die zien we niet. Dus Nee. Nou, dan gaan we via het strand terug.